naamloze reclame hier. Het zit heel ongemakkelijk met die doos. Nou, daar gaan we dan. Richting Beatbox. Jawel, beatbox. Ja, racisme, het is me wat. Corona, het is me wat. Gelukkig ga ik naar Beatbox. Daar is het wat. Hey, is dat Sjoerd? Of niet? Het is het, mijn levende lijven. Ja man, sowieso. Zie je vanavond. Ciao. Sometimes I feel like I don't really wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Hallo. Op de rem zo.
hè? Ja, rechts. Ja, ja, sorry. Ja, afgeleid. Komt een bocht aan. Culturele ontwikkelingsplek voor talent uit de hele regio. Een laboratorium en ontwikkelingsplek voor talenten op het gebied van songwriting, performance en muziekproductie. De afgelopen weken is er de laatste hand gelegd aan een grondige verbouwing die nu is afgerond. Welkom bij de opening van Beatbox. Goedemiddag, goedemiddag. Welkom hier in de studio. Welkom de kijkers thuis. Ik had altijd al een keertje zo willen introduceren. We gaan een bijzondere opening doen, online en offline. Mensen zitten hier in de zaal keurig uit elkaar. Het aantal regels wat we hebben toegevoegd is nog nooit zo groot geweest. Dus dat wordt best spannend. We hebben een hele mooie culturele plek hier ontwikkeld, speciaal voor hip-hop. Voor de kijkers thuis vraag ik jullie, jullie hebben waarschijnlijk al een drankje klaarstaan om straks met ons te proosten. Want we gaan straks natuurlijk proosten op de opening. We gaan geen linkje doorknippen, maar we gaan natuurlijk een eerste beat lanceren. En die wordt samengesteld ook met geluiden die door de wethouder en door Rico zijn aangeleverd. Sluwe Vos heeft dat gemaakt en zal dat straks ook toelichten. En dan gaan we het ook luisteren. Ik vind wel dat we even over hip-hop moeten hebben. Ik kreeg dit boek deze week. Eigenlijk altijd als het over hip-hop gaat, zeg ik er maar bij. Ik begeef me op glad ijs. Hè? Want zodra je over urban hip-hop hebt, als je urban zegt, dan zie je alle kenners al fronsen. Terwijl in de landelijke regelingen het heel erg over urban gaat. Dus het is spannend. Moeilijke woorden? Ja, heel veel moeilijke woorden. We gaan even een testje doen. Bragging. Wat is bragging?
Dat is pochen. Dat gaan we dus even flink doen vanmiddag. We zijn heel trots op dit mooie nieuwe pand. Choke? Nee, ik ben niet de enige. Choke is als je sprakeloos bent. Nou, ik hoop dat ik dat niet word vanmiddag. De vier kernelementen. Ik denk dat deze makkelijker is van hip-hop. Welke elementen? DJ is goed. MC is goed. Breakdance. Ja, goed. En rappen. Ja. Welke vijfde is later toegevoegd? Beatbox. Hey, het vijfde element van de hip-hop. Wij hopen dus al die stromingen hier samen te laten smelten, maar ook nog heel veel andere culturele stromingen. En als dat mooi door elkaar heen gaat, dan denk ik dat er ook steeds mooiere, nieuwere producten komen. Het is een plek en voor cultuur, maar het is ook heel erg op sociale ontwikkeling gericht. En die sociale ontwikkeling, dat zit op leefbaarheid, elkaar ontmoeten, sociale cohesie, dus ook zich kunnen ontwikkelen. Ik krijg een seintje dat de wethouder precies op tijd is. Ik hou ervan just in time. Just in time. Dus welkom graag Monique Schuttebelt, wethouder cultuur van de gemeente Zwolle. En haar vraag ik om te vertellen wat ze over talentontwikkeling, waarom dat zo belangrijk is voor Zwolle en zo goed bij ons past. Ja, nu wel. Nou, dank je Anne. Wat fantastisch om hier te staan. Ik moet heel even terugdenken, 2 jaar geleden, toen we hier, toen ik Anne leerde kennen. En toen ik wethouder werd. En ik had je in het culturele veld natuurlijk wel veel vaker gezien. Maar toen kwam de bevlogenheid naar voren. En toen vertelde je waar je al heel lang mee bezig was. En wat eigenlijk ook wel een droom is van je, om vooral dat hybride productiehuis, want dat was de term, hè, de eerste term die je meldde, dat je die zo graag zou uit willen bouwen. En toen zijn we aan de slag gegaan binnen cultuur om te kijken van waar dat zou kunnen passen en hoe je dat zou kunnen gaan doen. Maar eigenlijk heb jij dat helemaal opgepakt en viel dat samen met eventueel de aanvraag voor OCW. En dat is gelukt. Want uiteindelijk is het een proeftuin geworden binnen de regio Zwolle, de culturele regio Zwolle. En Anne nam mij toen mee in wat daar gebeurde. En het is ontstaan natuurlijk met faculteit al een begrip, echt een begrip in Zwolle. Wat helemaal aan Zwolle vastzit met echte Zwolse makers. En daar gebeurden fantastische dingen. Waar jongeren in aanraking kwamen. En eigenlijk jongeren met muziek bezig waren, hip-hop en allerlei, even met rap. En zij kwamen daardoor, werden ze geïnspireerd om verder te komen en hun talenten te ontwikkelen. Dat is nu hier verbreed in deze beatbox. En dat willen we in Zwolle ook nog veel verder verbreden. Want uiteindelijk is dit ook nog een soort begin van nog veel verder qua genres, die talentontwikkeling te doen. Want wat is er mooier voor iedereen eigenlijk, en dat is, daar heb je ook als je ouder wordt natuurlijk zo ontzettend veel profijt van. Op het moment dat je bezig bent met je talenten, dan vergeet je alles, dan wil je gewoon alles daarvoor doen. En als je dat kan ontdekken bij jongeren, dan kom je gewoon een heel eind in je leven. Dan gaan veel deuren open. En dat is elke keer, want ik heb het begin natuurlijk gemist, want toen zat ik hijgend, fietsend vanaf Stadshagen en dan moest ik die brug hier ook nog even over. Toen heb jij vast ook verteld van de piramide en de ontwikkeling van het fundament waar iedereen aan mee kan doen en waar je elke keer een stapje verder komt in je talent. En uiteindelijk misschien, en dat is niet voor iedereen weggelegd, maar toch een top kan bereiken. Maar wat in die top ook weer gebeurt, en dat is het mooie van die piramide, want dan is ook de cirkel rond, dat die top weer het fundament helpt. Want dat zit erin.
de coaching en het leren om verder die talenten te ontwikkelen. Nou, dat gebeurt hier dus in Zwolle en dat wordt hier versterkt. Daar ben ik heel blij om. En vooral ook dat we dat samen doen met de regio. En dat dit straks een belangrijke plek gaat worden. En dat Zwolle hiermee nog meer op de kaart gezet gaat worden. Dus ik vind het fantastisch. En volgens mij had je ook nog wat vragen voor mij, of niet? Of is dat, Monique, ja? Je hebt een geluid aangeleverd. Wat voor geluid heb je aangeleverd voor de eerste beat? Ja, oh ja, inderdaad, geluid. Ik heb applaus, heb ik het klappen van mensen aangeleverd. Want eigenlijk, talent en dan het klappen, dat hoort bij elkaar natuurlijk. Want dan weet je ook dat je succes hebt en dat mensen genieten en dat je waardering krijgt. Want dat zit natuurlijk ook in dit verhaal. De waardering, het klappen voor mensen, voor talenten, voor iedereen eigenlijk. Je had het net over de talentontwikkelingspyramide. Ik vond dat eigenlijk best wel een beetje suffig om dit best wel stoere pand mee te beginnen. Dus als er nog mensen zijn die heel erg geïnteresseerd zijn in eigenlijk de inhoudelijke concepten achter het hybride productie of het hele productiehuis, die kunnen straks bij de borrel maar nog wel even aanschieten. Dan kun je het haar fijn uitleggen. Monique, in ieder geval bedankt dat je in ieder geval even wilde komen om met ons deze opening bij te wonen. Heel graag wil ik natuurlijk naar onze grote ster vanuit het Zwolse gaan. Ons rolmodel, onze artist in residence, Rico. Oh, je hebt eigen... Oh, dit is... Hallo. Ja, we zijn heel streng. Leuk dat jullie er zijn. Hoi. Hey Rico, voordat jij zei, ja, uit mijn losse pols zou ik heel veel kunnen toelichten. Maar ik vind dat je in ieder geval even moet uitleggen wat beatbox is. Beatbox, ja. Je bedoelt de vorm beatbox. Het vijfde element van beatbox, ja. Van de hip-hop scene. En ik wil het eigenlijk ook even horen. Of je het even voor kan doen. Nou ja, goed, wat ik weet is dat beatbox geluid maken is met je mond. Een beat maken met je mond. En ik ben daar niet zo heel goed in, maar ik kan het een klein beetje laten horen van hoe het ongeveer zou moeten klinken. Zoiets ongeveer. Dat is beatboxen. Dankjewel. Ik moet nog veel leren. Ja, en ik ga even over faculteit hebben, dat vooral, want daar ben ik ook hier voor. Zeg maar een jaar of, denk 7, 8 geleden alweer, de tijd vliegt, kwam Anne naar me toe. Hij zegt, ja, ik wil een soort plek hebben waar jongeren iets met rap kunnen doen. En toen, hij heeft me eigenlijk gewoon alleen een ruimte gegeven. Hij zegt, zoek het maar uit. En de Jos ook nog erbij natuurlijk. En zodoende ben ik begonnen met, een groepje van 6 jongeren. Faculteit is een ontmoetingsruimte waar jongeren met rapmuziek bezig kunnen. Tussen de 14 en 24. Het mag een jaartje verschillen, zeg maar ongeveer tussen die leeftijd. En ik ben begonnen met 6 jongeren. En uiteindelijk zitten er ongeveer nu een harde kern, zeg maar een man of 30, 40. En we hebben een groepsapp, de faculteit groepsapp, waar denk ik wel richting de 100 jongeren op zitten. Die regelmatig langskomen. Kijken. Ja, wat wij daar doen is, we openen altijd om 6 uur. Ik ga het helemaal uitleggen. En om 7 uur is dan zeg maar het moment dat we bij elkaar komen. En dan gaan we een onderwerp bespreken wat actueel is. Ja, wat nu heel erg speelt natuurlijk, racisme. Daar ga je dan over schrijven. Daar hebben we er 2 uur voor. Dan hoor je 2 uur lang hoor je ook dezelfde beat in de ruimte. Alleen maar in een loop. En dan zijn de jongeren aan het schrijven. Ik zou zeggen, het liefst met een pen en papier, maar het gebeurt allemaal met mobieltjes. En dan om 9 uur, dus van 7 tot 9, en om 9 uur wordt er gepresenteerd. Dus dan laten de jongeren aan elkaar horen wat ze gemaakt hebben. En het is heel tof. Het is enerzijds is het heel tof als het talent is. Er zijn bijvoorbeeld groepen als O's Wanted, Double Fruits Gang, DFG en natuurlijk Nester, die ook bij faculteit begonnen zijn jaren terug. En dan doorstromen in de muziekwereld. Maar het is eigenlijk gewoon... De basis is, als je het leuk vindt om met rapmuziek bezig te willen gaan, dan ben je welkom. Dus met alle respect, niet iedereen die rapt even goed. Maar dat mag ook, zeg maar. Die vrijheid is er ook. Er wordt, zoals je net ook zei, er wordt best wel veel gechoked. Dat ze niet meer weten van, oh shit, ik ben hem kwijt. Pak ze hem opnieuw op. En dan soms wel 20 keer, weet je wel. Maar de jongeren weten dat van elkaar. En dat mag. Die ruimte is er ook. En dit voelen...
zijn meestal eigenlijk al de eerste moment dat ze er zijn. Misschien wel een beetje nerveus zijn, maar dat is heel logisch. Dat zou ik ook zijn als ik een nieuwe groep binnenstap. Maar het eind van de avond rappen ze wel. Zoals gisteren was er een jongen die was een beetje nerveus. En ik zei het ook heel voorzichtig van, ben je een beetje zenuwachtig? Nee, ik ben niet zenuwachtig. Nee, ik heb niet de goede lyrics, weet je wel. Dit en dat. En toen kwam zijn neef, zijn oudere neef, die was ook mee. Hij zei, ja, hij is een beetje nerveus hoor. Je moet hem gewoon eventjes erdoorheen drukken en dan rapt hij wel. Die ging ook helemaal los. Die had meteen, ja, ik wou zeggen 32 bars, maar dat zijn dan 2 coupletten lang tekst had hij. En ja, dat zijn mooie momenten. Waar ik heel erg, waar mijn hartje van smelt, is jongeren die echt, nou ja, niet in een dip zitten, maar zeg maar vrijwel gewoon depressief zijn en binnenkomen met heel veel moeite. Die vertellen dan ook naar de hand van, ja, ik wilde al een paar keer, al een paar weken wilde ik hierheen, maar het lukte mij niet. En nu ben ik er. En die zitten dan meestal in een hoekje. Meer nog, de kat uit de boom te kijken. En op een gegeven moment, na dan een paar maanden, en dat heb ik best wel regelmatig al terug te horen gekregen, is dat ze dan naar me toe komen en zeggen, yo, ik ben echt in die 2 maanden gewoon helemaal opgebloeid. Mede door faculteit, zeg maar. Ik heb andere jongeren leren kennen, vriendschappen gesloten. We nemen nu samen muziek op in een klein thuisstudiootje, want dat is het mooie met rap. Je hebt alleen maar eigenlijk een computer nodig met een beat en een microfoon en dan ben je al heel end. En dat zijn dingen die vind ik echt prachtig. En dat gebeurt dus ook heel veel. En je ziet ze ook echt fysiek en gewoon helemaal opbloeien. En ze worden ook steeds beter qua skills. Het rappen zelf. En ja, dat zijn die dingen waar ik wel blij van word. En waarom ik het ook heel graag wil blijven doen. Wat vind je van deze nieuwe plek, Rico? Ja, dat is ook een mooi verhaal. Ik vind het prachtig geworden, uiteindelijk. Ik was heel huiverig. Ik ben heel sceptisch ook. En Anne die kwam, ja, het is al een tijd geleden al naar me toe. Zeg, ja, ik zit eraan te denken om faculteit te verhuizen naar een andere plek. Dus kom eens een keer mee even kijken. Maar toen was dit dus soort van helemaal leeg. Het was gewoon een bouw. Ja, niet een bouwval, dat wil ik niet zeggen. Maar het was gewoon één grote loze ruimte. En ik kan niet. Sommige mensen kunnen gewoon in een huis stappen en kijken. Oh, als ze een huis willen kopen. Oké, ik wil het zo en zo hebben. En als ik daar een muur tussen doe, dit en dat. Dan wordt het zo en zo. Dit huis ga ik kopen. Maar als iemand mij een huis laat zien waar het een rotzooi is, dan loop ik meteen verder. Want ik denk, ja, hier kan ik niet in wonen. Dat is een teringzooi, weet je wel. Maar dat had ik hier dus ook heel erg. Ja, ik weet niet, man. Hedon is hartstikke tof. En alle faciliteiten zijn er. Waarom moet ik weg, weet je? En toen op een gegeven moment werd het langzaam opgebouwd. En ik had weer bouwtekeningen gezien van hoe het er ongeveer uit kwam te zien. Maar nu, het is nu eigenlijk deze week pas helemaal in orde. Kwam ik hier. Er hangt meteen een goede sfeer. Ik weet niet of jullie dat zelf ervaren. Maar er hangt gewoon een goede atmosfeer. En dat vind ik heel belangrijk. Want ik heb altijd, als ik een gebouw binnenstap, dan voel je een energie. En dat kan een goede energie zijn, maar het kan ook een hele slechte energie zijn. Op scholen bijvoorbeeld. Dat ik denk, hier wil ik niet te lang zijn. Maar dit is heel goed. Heel fijn. Ik had Rico eigenlijk willen vragen, hou jij ook van verandering? Maar eigenlijk heeft hij het al een beetje gezegd. Want hij zei gewoon echt hele gaten op tegen mij. Anne, maar ik hou helemaal niet van verandering. Nee, dat klopt. Dat zegt mijn vriendin ook vaak. Ja. Nee, Rico, heel erg bedankt. Mensen zien jou straks natuurlijk nog in de speciale hiphopruimte. Klopt. Dat is toch wel een hoogtepunt van dit deel van het pand. Dus Rico, bedankt. Yes. En we zien elkaar straks. Met de verhuisdoos, hè, want die heeft hij net meegenomen. Nu wil ik graag Sluwe Vos uitnodigen. Ja. Sluwe Vos, een keiharde werker, heeft al heel veel festivals gestaan. Veel gemaakt. Ook talentontwikkelingsprogramma's doorgelopen. Kunstbende gewonnen. Vinden wij ook heel erg leuk. Hè, de samenwerking met kunstbende binnen Hedon en binnen de provincie. Dus wil jij daar iets meer over vertellen en wellicht over de beat die jij gemaakt hebt? Ja, mijn naam is Robert. Ik maak muziek onder de naam de Sluwe Vos. Ik denk dat ik een heel groot gedeelte van mijn carrière te danken heb aan plekken zoals dit. Ik heb mogen afstuderen op de Herman Brood Academie en ben betrokken geweest bij de kunstbende. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat plekken zoals dit zijn, waar mensen kunnen samenwerken en creatievelingen samen kunnen komen. En eigenlijk een soort van kleine wereld. Kleine wereld buiten de, een aparte wereld buiten de echte wereld of zo, zeg maar. Dat gecreëerd wordt waarin je eigenlijk kan jezelf helemaal kan op laten bloeien met de juiste mensen om je heen.
daarom ben ik heel erg dankbaar dat ik daar iets aan bij mag dragen vandaag. En ik ben gevraagd om een eerste beat te maken als een soort van eerste steen. En dat vind ik een heel mooi concept. Ik heb wat geluiden gekregen van mensen. Applaus en kerkklokken van de stad Zwolle. En een beatbox van Rico. En daar heb ik wat geprobeerd mee te maken. Ik denk dat het is gelukt. Dus dat ga ik zo meteen presenteren. Ja. Helemaal mooi. Je hebt natuurlijk hier al even naar kennis gemaakt, even rondgekeken. Gaan we jou hier nu ook echt vaker zien? Wie weet. Ik ben momenteel heel erg blij met mijn studio in Haarlem. Maar ik mis het samenwerken wel. Ik heb een hele hechte klas gehad op de Herman Brood Academie met 10 mensen, zeg maar in 1 klas. En met die mensen hebben we nog steeds contact. We doen jaarlijks barbecues en af en toe boek ik met een groepje vrienden vanuit die klas een hutje op de hei om met z'n allen muziek te maken. En dat zijn wel de momenten dat ik denk dat ik het echt op mijn meest creatief ben. Als ik mensen om me heen heb en iedereen hetzelfde doet eigenlijk. En dat motiveert zo ontzettend. Want ik weet niet. Het is gewoon heel, heel fijn om in een ruimte te zijn met gelijkgezinden, zeg maar. Hoewel ik er straks niet meer over ga, maar ik vind wel dat we jou kunnen aanbieden om een keer zo'n weekendje hutje op de hei. Doe dat gewoon eens een keertje hier in een beatbox. Wellicht een tentje op het gras, et cetera. Volgens mij ontstaan er dan ook wel mooie dingen. Ja, laten we het hopen. Ja, heel erg bedankt. Zijn. We gaan zo even naar de track toe. En dan gaan we nu verder met een korte presentatie van de faculteit Navarra. Yes, dank u wel. Hopelijk hebben jullie er zin in. Ik heb wat energieks voor jullie voorbereid. Dus weet je, ik krijg er ook energie van als jullie allemaal lekker losgaan. Dus als je niet in kan houden, lekker gek doen toch? Zo zijn we allemaal, dus let's go. Hey, 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 zie me draaien naar Chesto. Ik draag schoenen dikker dan Esco. Ik kan liters tanken, geen SO. Ik ben te testen, dat is een SO. Ik maak dood beter dan de bakker. Je bent wekker, Mattie, blijf wakker. Geen Max, maar kan verstappen. Kan een kop pakken, bel gaan hakken. De haartjes fris, ik ben ijverig. En de flow is sowieso appetijtelijk. Fame is meestal tijdelijk. Dus heb je shows, kom het langs en dan kijken we. Nieuwe ketting op mijn nek, dat is icy. King van de oldschool, net zoals icy. Ik kan van dikkere lippen dan Kylie. Simpele flow met de juiste timing. Kan niet wat ik doe, toch ik doe wat ik moet. Wat ik doe, dat is cool. Gewoon mijn luister, mijn gevoel. Vette ringen om, dat is super dom. Stuur me een appje, je weet dat ik kom. Stel die is vetter dan Lexus de Dom. We zijn niet van Isis, maar droppen de bom. Geld dat er past, maar het is geen ton. Rappen is rekenen, hou van de som. Ik ben ijs, jij de zon. Ga andere kanten op, pas tot om. Ben niet te dissen, ik weet wat ik kan. Want ik voel me nog meer dan een weekje de man. Je baas vind ik smakeloos, droog als een cracker. Vind ik lekker, eet je op, dus noem maar Hannibal Raptor. Ey, faculteit beatbox. Ey, ey, faculteit beatbox. Kom op, faculteit beatbox. Kom op, faculteit beatbox. Ey, rennen voor dit, dommere spits. Grote rits, lekkere chips. Fiets door je wijk, altijd op tijd. Spit voor de gein, boven de pijn. Spit, zet een nice, sterren on ice. Miami vibes, rollen de dice, Los Angeles. Ja, we zijn dangerous, dus keep flaming us. Wij weven best, is 3XL voor ik euro stel. Bestellen burger net een drukkertel. En je weet al langer, ik ben niet te vervangen. Dit is Navarra die zijn ruggetel. Want ze hebben mijn back, vinden te gek. Flootjes zijn mad, dit is dead. Droppen de mic, bossen de night. Winnen de fight, killen de vibe. Kijk, dit is mijn tijd, blij dat ik bij schijn. Pijn vind ik vrij fijn, jij in mijn tijdlijn. Jij vind ik vrij klein, tijd dat is bij, krijg tijd dat ik bij blijf. Bij mij is geen gein, damn, ik ga door nu. Ren door je door nu, rap in de koor nu. Trek die score niet, ben niet op money. Spend die donies, rijd door die money. Nog marathon niet, ey. Faculteit beatbox, ey, ey. Faculteit beatbox, kom op, kom op. Faculteit beatbox, kom op, kom op. Faculteit beatbox, ey. Top, dank jullie wel, dank jullie wel. Applaus. Wat ik heel erg leuk vind hier, en wellicht kan de camera ook even inzoomen op de vloer hier. Geen idee of de kijkers thuis dat hebben gezien. Hier ligt een zeer professionele dansvloer in. En het gaat natuurlijk heel snel over rap binnen de hip-hop scene. Maar de danssoorten, de hip-hop danssoorten, vind ik even leuk. En sowieso heel erg bijzonder om naar te kijken. Dus we hebben hier ook gewoon een professionele dansvloer ingelegd. En hebben een samenwerking met Social Dance. Een partner waar we al jarenlang mee samenwerken via het concept Raw Essence. En heel graag laten we daar een stukje van zien.
En dat gaat David doen. En David, ja, daar heb je direct een zwak voor. David, mag ik je uitnodigen om ons te verrassen? Applaus. Applaus voor David. Met hip-hop dans is het ook vaak dat je iemand het voordoet en dat je het na moet doen. Is er iemand in de zaal die ik daarvoor kan vragen? Want als ik het zelf doe, dan breek ik werkelijk alles, denk ik. Niemand? Nee? Oké. Okay. Dan slaan we dit element even over van het programma. Heel graag, we gaan nu bijna naar het officiële moment. Ik heb begrepen dat er zeker 150 kijkers thuis ook meekijken. Dus dat is een heel mooi aantal. Dus de boodschap gaat steeds verder. Enzo Knol heeft allemaal opnames gemaakt hier vanmiddag. Dat wilden we geheim houden, maar dat is volstrekt kansloos als er een best aardige bak voor de deur komt te staan. En dat direct via socials gedeeld wordt via alle scholen en het onderwijs. Dus al vrij snel stonden hier ook wat handtekeningjagers. Extra leuk voor de PR, dus wat dat betreft denk ik dat het storm gaat lopen de komende tijd. Sluwe Vos, mag ik je er weer bij roepen? Monique, mag ik je erbij roepen? Wil je nog wat toelichten wat het geworden is en wat je erin hebt verwerkt en waarom je iets erin hebt verwerkt? Ja, ik heb eigenlijk het beste van country, hardcore en techno gepakt. Dat boek heb ik nog niet. Nee. Ik heb allemaal geluiden gekregen, zoals ik al zei. Dat heb ik erin verwerkt. En ik denk dat het wel tof is geworden. Het is vrij melodieus.
Okay. Dan wil ik in ieder geval hier iedereen vragen om alvast zijn flesje champagne erbij te pakken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat open gaat. Als jullie daar zelf achter komen, zou dat mooi zijn. We gaan straks eerst Monique vragen om de biert aan te zetten. En dat is een hele moeilijke actie. Eén knopje neem ik aan. Hier staat een plakketje met play. Als jij daar straks al wilt duwen om het aan te zetten. En als die klaar is, gaan we wat mij betreft proosten met elkaar. Dus thuis hopelijk ook allemaal het drankje bij de hand. Dan ronden we het af en starten we de digitale rondleiding en de werkelijke rondleiding voor de mensen hier. Maar we gaan snel luisteren naar wat is de eerste steen, ofwel de eerste beat van Beatbox. Oké. Okay. Ja, daar komt hij. Applaus. Iedereen klaar? Opnieuw avonturen in Beatbox. Bedankt allemaal. En applaus voor het beeld. En dan kunnen we doorgaan naar de online en de offline rondleidingen. Bedankt allemaal. Ik ben Sifra, ik ben 22 jaar oud en ik ben DJ en ik draai voornamelijk tech house en house. Ik vind het sowieso fantastisch dat er een ontwikkelingsplek voor artiesten is gerealiseerd en dat er überhaupt steeds meer wordt gedaan omtrent de jongerencultuur. Dit motiveert mij heel erg en helpt mij ook heel erg en hopelijk ook andere jonge artiesten om mijn dromen te blijven volgen, meer te kunnen ontwikkelen en te kunnen ontplooien.
Ik richt me momenteel op livestreams en ik ben veel aan het oefenen voor als ik straks weer kan gaan optreden. En daar is deze ruimte natuurlijk sowieso perfect voor. Als je het leuk vindt om meer te horen van mij, kun je mij op mijn socials checken. En dat staat hier beneden. Hallo, ik ben Maarten en mijn artiestennaam is Nonchalance. En ik ben de eerste artiest die is getekend bij de nieuwe management tak van Hedon Zwolle. De Hedonbeurs is een bedrag dat je krijgt als opkomende of getalenteerde artiest. En daarnaast krijg je de kennis en de faciliteiten bij Hedon om bijvoorbeeld een video te schieten. Maar het kan eigenlijk alles zijn als je maar een goed plan hebt. En het kan je net de extra push geven die je normaal financieel niet zou kunnen maken. Ik ben op dit moment bezig met mijn nieuwe album en ik zit al maandenlang in mijn studio. Alleen soms is het fijn om gewoon even een nieuwe omgeving te komen, zoals vandaag. Dan gaan we hier zitten, gaan we even gewoon wat nieuws proberen. En die nieuwe input kan ook voor zorgen dat je even net een andere kijk krijgt op alles. Binnenkort komt er ook een nieuwe single. Maar welk nummer dat is, is nog een raadsel. Misschien hoor je hem al wel. Hè? Nieuwe single? De Rem. Wow. Ik zit op de Rem. Doei. Wij zijn Dark Days, we maken elektropop. We werken samen met Hedon Productiehuis. Daarom zijn we ook in de beatbox.